We willen samen met de gemeenschap aan gedachten wisselen over hoe zij de ontwikkeling van het district zien in de toekomst. Wat zijn de belangrijke zaken die aangepakt moeten worden? Wat zijn de probleemgebieden en de knelpunten die zo gauw als mogelijk aangepakt en opgelost moeten worden? Dus daar gaat het in hoofdlijnen. En het is nu zo dus dat vanuit die Brokopondo gemeenschap er voorstellen komen? Ja, dat is de bedoeling. In hun zienswijze. De Brokopondo gemeenschap die woont daar, is daar, is elke dag geconfronteerd met de omstandigheden. Wil zien hoe de ontwikkeling van het district in termijnen zich moet gaan ontpoppen. En dat willen we allemaal aanhoren vandaag, is dat de inleiders en de panelleden een binding hebben met het district. Zijn kinderen van het district. Ik had niet zo lang geleden een gesprek met Diana Pocky, die zei dat de problemen van Brokopondo immens zijn. Er zijn heel veel problemen, zowel maatschappelijke problemen als problemen in de economie, zeg maar, van Brokopondo. We verwachten een hele pittige discussie. Zeker wanneer het om Brokopondo gaat in het achterland. Ja. Omdat we weten dat Brokopondo enorm veel potenties heeft. En ook een rijke geschiedenis. Oké. Brokopondo heeft daar een transmigratie gekend vanwege het aanleggen van het Surinameer. Ja. Naar dorpen aan de Suriname rivier moesten verhuizen. De transmigratie noemen we dat. En zich gaan vestigen in andere dorpen in het district Brokopondo. Dat is één. De mensen kampen met de irritatie dat het toen lang heeft geduurd en nog steeds voortduurt dat zij over duurzame energie kunnen beschikken. Ja, ja. Dat is altijd al een heikel punt geweest, hè, voor de Brokopondo-bewoners zelf. Altijd een groot heikel punt. Altijd. En nog steeds, omdat nog lang niet alle dorpen zijn voorzien van elektriciteit. Na 24 uur elektriciteit. Meneer Felici, u bent zelf minister geweest van regionale ontwikkeling. Hebt u een bijdrage, zult u een bijdrage ook leveren in de discussies? Ja, ja. Natuurlijk ga ik zelf ook een bijdrage leveren in de discussie, omdat ik als minister van regionale ontwikkeling in het kader van de decentralisatie geconfronteerd ben geweest met de jaarplannen van de verschillende districten, met name dus ook Brokopondo. Ja, ja, ja. In dat kader zijn heel wat zaken onder mijn aandacht gekomen. We hebben ermee moeten dealen. Ik heb ook een heel belangrijke ontwikkeling kunnen meemaken in mijn periode als minister van regionale ontwikkeling, namelijk de asfaltering van de Achterbakkenweg en de weg naar Atjoni. Als zodanig is mijn betrokkenheid heel erg groot en ik zal ook proberen om de bijdrage samen met de mensen te leveren. De inleider is Sergio Akimboto en dat de panelleden zijn Jerry Moima Finisi en Bisay Alida. Ja, Bisay Alida en Akimboto. Oké. Okay. En Akimboto die komt ook uit Brokopondo, hè? Oh ja, ja, ja. Oké, okay, dus zijn allemaal mensen uit Brokopondo zelf? Laten we zeggen, ze hebben allemaal hun roots. Oké. Okay. In Brokopondo zijn mensen met die er hebben gewoond, hier zijn geboren. Sommige van hun moeder of vader, et cetera. En ze hebben nooit het district losgelaten. Dus vandaar.